zeker. Ik heb je plannen zelf gezien. Daarom ga ik schuilen, want ik heb geen wapens en verder weet ik het niet. Dat jij mij iets wilt aandoen, doet mij een groot verdriet. Ik had dit niet verwacht van jou. Nee, echt niet. Nou, gefeliciteerd. Jullie zijn de twee winnaars eigenlijk. En wat vinden jullie ervan? Nou ja, ik ben er heel blij mee. En wel trots. En dat is de eerste keer dat ik aan iets meedoe. En dat ik win. En daar ben ik ook heel blij mee. Ik ben er ook wel heel trots op. En ik vind het ook wel heel erg leuk dat ik hier aan mee heb kunnen doen. En dan ook nog eens heb gewonnen. En wat zijn jullie inspiratie voor de gedichten die jullie hebben gemaakt? Volgens mij mijn achtergrond. Ik kom uit een land waar nu al 12 jaar oorlog is. En ja, dat heeft mij een beetje geholpen om dat gedicht te schrijven. Dus. Ik heb het bedacht om vanuit de persoon te doen die zelf in een oorlog zit. En toen heb ik gedacht aan het vertrouwen in mensen. En toen heb ik zo een gedicht erbij gemaakt. Ja, wat gaat er dan eigenlijk gebeuren op 4 mei met de prijswinnaars? De prijswinnaars die mogen op 4 mei hun gedichten voordragen. Twee gedichten worden gepresenteerd in Hof 88. En het andere gedicht wordt op het Van Dronkelaarsplein voorgelezen. En was het voor jullie moeilijk om een keuze te maken tussen de gedichten? Eigenlijk wel. Alle gedichten zijn eigenlijk goed. En we hebben echt heel goed overwogen van waar hebben wij de meeste gevoel bij. En dat was toch wel het winnende gedicht, absoluut. Ja, het is altijd een moeilijke keuze en je wilt graag dat iedereen wint. Maar ja, dat kan niet. En dit jaar was het gewoon heel duidelijk dat we dat winnende gedicht van een meisje dat uit oorlogsgebied komt een gedicht heeft gemaakt. Dus dat de eerste prijs moest krijgen. Dus ja, ik vond het heel mooi. En ook nu hoe ze het vanmiddag voordroeg, was het heel indrukwekkend en ontroerend eigenlijk. Dus ik vond het echt heel mooi. Maar op een dag zal de oorlog eindigen en zullen de leiders elkaar de hand schudden. En die oude vrouw blijft wachten op haar martelaarse zoon. En dat meisje wacht op haar geliefde echtgenoot. En die kinderen wachten op hun heldenvader. Ik weet niet wie het land heeft verlaten, maar ik zag wie de prijs heeft betaald.